Suriname Air Traffic Controllers, de SATCA, heeft na goed overleg met haar leden besloten om per 20 april 2017 uit het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname, de Moederbond, te stappen. Dit geeft de vakorganisatie aan in een persbericht. De voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, is schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld. De SATCA was genoodzaakt om dit besluit te nemen omdat in de praktijk is gebleken dat de belangen van de SATCA en haar leden in algemene zin geen prioriteit blijken te hebben bij de Moederbond. Zaken als positieverbetering en het slecht economisch beleid, welke de leden van de SATCA diep in het hart treffen, worden beschouwd als te zijn een politieke beïnvloeding. Dit laatste kon geconcludeerd worden aan de hand van de uitlating van Snijders in de media, zegt de organisatie. De SATCA zal in de toekomst uitkijken om in dialoog te gaan met de overige vakcentrales. Inmiddels heeft de Moederbond de administratieve handelingen gepleegd om het uittreden van de SATCA te bewerkstelligen.